Sony Media. Ruben Tijl, 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 Ruben Tijl. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of goedenacht, lieve luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Ruben Tijl, Ruben de podcast. Weer zo'n goede jingle. Echt. Samen, ze worden steeds beter. En alles live ingesproken. Niet normaal. Hou je van, hè? Live ingesproken. Ja, nee, geweldig, geweldig. Net als vers geperste jus. Appelsientje, vers geperst. En toen werden ze daarop aangesproken. Ja, maar tijdens het persen was het vers. Ja. Daarna gaat het 2 jaar de vriezer in. Ja, maar het is wel vers. Dus het klopt. Haha. Ja. Er zijn ook freshly cut sandwiches, hè? Die kan je bij het station kopen. Ja. Freshly cut. Die zijn vers gesneden. En daarna in een plastic bakje gedaan. En daar liggen ze al 2 weken. Ja, het moment van snijden. Ja. Goed, leuk dat je weer luistert. Ja. Voor de mensen die voor het eerst luisteren. Wij hebben een dobbelsteen. En daar staan 6 vlakken op met 6 onderwerpen. En het onderwerp wat je dobbelt, daar hou je een goed verhaal bij. Of tenminste, liefst wel een goed verhaal. Ja, een verhaal vind ik waarvan je als luisteraar zegt, daar had ik wat aan. Ja. Oh, leuk, dat ga ik kijken. Ja. Oh, dat ga ik lezen. Dat ga ik ook bij mezelf doen. Of ja. Ik weet niet waarom ik jou aankijk. Nou ja. Nou ja, ik weet het eigenlijk wel. Ja. Oh, dat is raakt heel erg mijn onderwerp. Maar je moet er wat aan hebben. En daar irriteer ik me ook aan. En het moet lekker om te luisteren zijn. En het moet ook iets hebben dat je zegt, ik vind deze podcast zo goed, ik wil het niet aan anderen vertellen. Ja, ik wil het voor mezelf houden. Dat zou ik dan vervelend vinden, dat andere mensen ook genieten. Ja. Dus je mag het gevoel hebben van egoïsme, vind ik. Zoals die Nederlanders in de jaren 80 in Zuid-Frankrijk. Die eigenlijk Zuid-Frankrijk voor zichzelf wilden precies, houden. Precies, ja. Nou, ik ben gek dat ik je dit vertel. Maar er zit een camping en er zit een bakkertje. En dan moet je een croissant bestellen. Nou, je weet niet wat je meemaakt. Weet je, meer ga ik niet vertellen. Ook erge mensen zijn die het dan irritant vinden als een bandje wat ze dan in het bovenzaaltje van Paradies hebben gezien doorbreekt. Ja. Ja. En dan zeggen, ze zijn commercieel gegaan. Ja. Of ze zijn hun publiek, alsof ze ontdekt hebben. Ja. Ja. Er is geen vaardigheid. Er zit geen vaardigheid in ontdekken. Nee. Nee, zelfs Columbus had geen vaardigheid. Nee. Hij is gewoon gevaren. Hij moest gewoon zijn stuur recht houden. Dat was zijn vaardigheid, dat hij vaarde. Ja. Of voer. Voer. Ja. Ja. Voerigheid. Voerder. Precies. Bam. Dus ik vind, als je iets ontdekt, echt, hou je back fuck yourself. En heb ik ontdekt. Ja. Je ontdekt helemaal niet. Het was er al. Ja, een voetbalscout. Ja. Een voetbalscout. Die ontdekt. Maar die zegt dan ook, kom eens mee en kom eens hier trainen bij ons. En dan lanceren we je. Ja. Ja, dat is een ontdekker waar en je wat aan iedereen verdient eraan. Precies. Ja, maar toch de voetballer zelf, hoe jong hij ook is, die heeft het voetballen ontdekt. En heeft zichzelf bekwaamd erin. Hij is goed geworden. En is ontdekt, ik ben hier gewoon heel goed in. En toen is hij dat gaan eten leren. Precies, precies. Er is eigenlijk geen, je kunt jezelf ontdekken. Martin Koolhoven, die heeft mij ontdekt, zegt hij altijd. Maar dat doet hij ook een beetje om te fucken. Ja. Dat hij mij ontdekt heeft. Voor gabbertje. Okay. Terwijl hij pas bij clip 2 erbij kwam. Dat is ook, toch heeft hij jou ontdekt. Ja. Nou, Martin, als je luistert, ik vind al je films waanzinnig. Ja. Maar jammer dat het op een gegeven moment van die grote films werden. Ja. Want toen ik je nog zag met die kleine films, toen ik je ontdekte. Ja, de grot. Met die 8 mm. Precies. Ja. Ja. Die toen was het nog leuk. Die afstudeerprojecten. Maar toen moest meneer naar Hollywood. Ja. Susie Q, dat was leuk. Jammer. Ja. Succes voor het grote geld. Vind je het leuk als ik nog wat leuke reacties voorlees? Ja. Ik ben gek op leuke reacties. Er zijn er heel weinig door de filter heen gekomen. De filter is heel streng tegenwoordig. Wat voor filter heb jij erop laten zetten? Als er in de reactie staat geen, niet. Of jammer. Jammer. Zonde. Ik had weiger. Ik anders gewild. Contact opnemen. Terugbetalen. Weet je nog? Nou, houden er 3 over. Bijvoorbeeld Joost. En Joost is een sombrero. Wat betekent dat als je sombrero bent? Ja, dan zit je bij petje.af/RubenTijlRuben. En dan luister je nog meer van onze podcast. 2 extra podcasts per maand voor maar 2 euro. We zijn eigenlijk gek dat we dat doen, hè? Ja, dat is een podcast. Ja, okay, dat euro per podcast. Ik heb een gekkere ding gedaan, maar het is toch wel op 3 staat dit. Joost zegt, lekker bezig, mannen. Ik heb nog een ongemakkelijke selfie met Ruben van der Meer van een opnamedag. Ik moet ook even op ongemakkelijke selfie gaan filteren. Opnamedag van Papadag. Hoe leuk zou het zijn als je van allemaal mensen die de selfies die je ooit hebt gemaakt naar je toegestuurd krijgt? Of lijkt u dat niks?
Ik moet zeggen, Joost, dit begon als een compliment. En ik heb me laten pakken door lekker bezig mannen. Ja. En toen opeens had ik een Jehovah's getuige in mijn huis. Want van aan de rest heb ik helemaal niks. Het gaat alleen maar over Ruben van der Meer, dat je dan een opnamedag bent geweest. Het heeft nog iets homoerotisch ook. Dan heb ik zoiets, denk nou, volgens Papa mij dag. Is meer gebeurd daar. En wat je wil of niet duidelijk. Selfies, alle selfies. Ja, ik zou het wel grappig vinden. Oké, okay, heb ik niks gezegd. Joost, jij bent ook lekker bezig. Goede reactie. Ja, leuk. Annette is een sombrerita. Ja. Moeilijk woord. Tweede keer dat ik over struikel in een maand. Hoi heren. Goed begin. Ja. Allereerst, oh, dat is iemand die gelijke stevig maakt. Allereerst wil ik u hartelijk bedanken voor het maken van zo'n ongelooflijk leuke podcast. Hartelijk dank. Volgende reactie. Oeh, nee, we staan pas op de helft. Daarnaast wilde ik laten weten dat jullie podcast me door het moeilijke traject van het zoeken van een nieuwe nier heen helpt. No way. Zo, dat hoor je niet vaak. Waarvoor heel veel dank. Ja. Nou, ja. Dat is wel heel leuk om te horen. Dat is bijzonder ook om te horen. Die is gevonden dus ook. Ze zit in het traject. Ik hoop dat die gevonden is, of snel gevonden wordt. En net, we gaan vandaag extra ons best voor jou doen. Ja. En we hopen zeer met je mee dat je zo snel mogelijk een nieuwe nier krijgt. Ja. Marijn Hendricks zegt, heren, het duurt me ondertussen zo lang tussen elke afleveringen dat ik wel een petje af moet nemen. Ah, dat vind ik wel lekker. Dat het een soort chantagemiddel begint te worden. Ja. Een soort dealer voel ik me nu. Ja. Echt een verslaafde. Ja, precies. Ja. En ze staat af met, ik gebruik jullie zoete stemmen om mij in slaap te vallen. Heerlijk. Dit moet je gebruiken als heroïne. Oh, dat die heroïne die je me laatst aanbood. Mag ik daar meer van? Ja, dat is over 2 weken weer. Zo zijn we nu aan het dealen. Ja. Ja, ik heb wel heroïne die je eerder kan krijgen, maar die is 2 euro. Die is 2 euro duur. 2 euro. Nou ja, in ieder geval heel erg leuk om te horen. Blijf je reactie sturen. Af en toe lezen we ze voor en hebben er plezier mee. En dan gaan we nu aan de slag. Exact. Dobbelen maar. Ja, zal ik... Meneer Van der Meer. En hij gooit en hij gooit en hij gooit. Het scherm. Nou. Wat is jou onder ogen gekomen? Dit gaat moeilijk. Ik doe mijn bril op. Tuurlijk, onder bril op. De koptelefoon met een pet op. Dus het duurde even. Wat ik heb gekeken is echt voor de liefhebber van rock'n'roll documentaires. En dat zijn we. Toch? Ja, zeker. Het is er een waarvan je niet eens echt fan hoeft te zijn van de muziek. Zo had ik dat ook met Metallica. Ben ik niet fan van. Maar die documentaire heb ik inmiddels wel 5 keer gekeken. Ja, en zij zijn in hun genre ook wel een van de beste. Ja, zeker, zeker. Of je er nou van houdt of niet. Het staat niet in mijn playlist. Nee. Dus, maar die documentaire is fantastisch. Some Kind of Monster. Die hebben we toch met z'n allen gezien in de bus? Ja. Nou, ik zou je nog sterker vertellen. We hebben met z'n allen gezien in een tuinhuisje in Rokanje. Oh, ja, daar hebben we aan het brainstormen. Er kwam niets van het hele brainstormen. Het was één grote brainstormen clusterfuck. Ja. En we waren daar gekidnapt en werden vastgehouden door een feeder. Ja. Oh ja. Ja. Ja, want je maakte de ene schaal leverworst uit. Dan kwam er alweer een volgende mutkaas. Een schaal met frikandel XL. Dit is een onderwerp dat we toch weer apart zouden moeten behandelen. Want het was een heel weekend. Maar ik weet dat we in die documentaire zaten en het was echt laat. En dat er op het raam gebonst werd. Ja. En met de mededeling, jullie hebben niks te eten. Jullie hebben niks te eten. En toen kwamen de garnalenspiesjes. Ja. Vers van de grill. In de nacht. Maar goed. Gewoon bij iemand thuis. Sidestep. Maar goed, ja, precies. Ik heb op Netflix gekeken. Johnny Hallyday Beyond Rock. Of ook wel Johnny Parjani. Johnny Parjani, ja. Precies. Wat ik zei, ik ben niet echt een hele grote Johnny Hallyday fan. Sterker nog, ik kende eigenlijk helemaal niet echt iets van zijn repertoire. Zijn oeuvre. Ik heb wel eens wat voorbij horen komen, maar ja. Maar dit is een vijfdelige documentaire serie. En dat moet ook wel. Het is 5 keer 3 kwartier. En zijn carrière heeft 57 jaar geduurd. Dus daar kan je niet met een uur, anderhalf uur, kom je daar niet mee weg. Want daar is zoveel gebeurd. En ik heb hem in 2 keer 2 sessies uitgekeken.
Het is gewoon ongelooflijk lekker wegkijken weer. Jij hebt hem ook gezien? Ja, zeker. Ja, ik heb hem ook gezien. Ja, ja. Absoluut, absoluut. En, echt smullen. Het is gewoon geweldig. Op een gegeven moment is het, denk je van, het is misschien een beetje een herhaling van Zetten. Maar ja, dat is ook wat hij is. Vertel hij eerst eens eventjes iets meer, precies over hem. Wie is... Nou, hij was... Johnny Hallyday. Ja, zeg maar de Franse Elvis. Hij ging, geïnspireerd door Elvis, rock en roll doen. Maar dan op zijn Frans en ook coveren. In 1960 bracht hij zijn eerste album uit. In 1961 had hij een hit met een Franse versie van The Twist. Allez, let's twist encore. Dan wordt het... Rockerante horloge. Nee, dat... Dan moet ik dat even opzoeken. Wat is... Ja, dat weet ik dan even. Niet uit mijn hoofd. Ja, ik zit ook. Ik zit even precies. 6, 8, 9, 10, 11, 12, rock. 12, 13, 14, 15, rock. We gaan rock around le horloge. Let's twist again with Vie dans le twist. Oui, leef. Ja. Vie dans? Viens. Ja. Ah, viens danser le twist. Viens danser le twist. Kom de twist dansen. Ja, precies. Viens danser le twist. En, comme nous avons dat hier is soir. Het grappige aan zijn hele carrière gelijk. Hij doet eigenlijk steeds, springt hij ergens op in. En daardoor heeft hij het ook zo lang volgehouden. Want hij verandert ook steeds weer van genre en van muziek en van imago. En van vrouw. En van vrouwen. En, dat was misschien wel de meest constante factor in zijn leven. Ja, en jonge vrouwen. Ja. Nou, hij wordt ouder. En de meiden worden jonger, maar niet in hetzelfde tempo. Nee. Dus het gat wordt steeds groter. Precies. Het is echt... vanaf dat het legaal is, 18, dan is Johnny Hallyday is erbij. Ja, het is gewoon elke keer weer gedoemd te mislukken. Want hij gaat... Dan heeft hij dus met een heel knap fotomodel. Hij trouwt met haar. Ze krijgen een kind. En dan zegt hij vervolgens... Ik ga wel weer nu toeren. Maar dat is logisch, want ik ben een artiest. Maar dat was dan wel een tournee door Frankrijk. 70 steden. Toen had hij bedacht, ik noem het Circus Hallyday. En ik doe het vanuit een... enorme circus tent, zoals Willem Ruis later ook heeft gedaan. Ah. Misschien wel geïnspireerd, denk ik. Maar goed, zoals jij ook al een keer eerder aangaf, circus bestond al heel lang. Ja, circus is niet echt claimbaar. Nee. Maar goed, deze megalomane tent, want er konden 4000 mensen in. En er werd een heel podium opgebouwd. En dan had hij dan 200 mensen in dienst. En ja, dat is toch wel wat tijd, het opbouwen en afbreken en weer ergens op. Het zou 3 jaar duren. Dus het is niet zomaar, ik ga even toeren. En dan wilde hij graag in het voorprogramma een zangeres die hij fantastisch vond. Nou, dan had hij dan daar 3 jaar een affaire mee. En met haar ontdekte hij ook echt de cocaïne. Ah. Daar waren ze. En toen dacht ik ook van, oh ja, tuurlijk. Vandaar ook die grote tent met heel veel mensen. Die gekke plannen die hij allemaal had. En dan na 3 jaar was hij failliet. Ah. En dan moest hij weer een break nemen. En ja, inmiddels lag hij dan ook in een scheiding. Maar had hij ook weer een nieuwe vriendin. En nou ja, zo gaat zijn carrière maar voort. Maar... Elke comeback is gewoon weer geniaal. Ja. Want dan heeft hij een break. En nou ja, gaat hij bijvoorbeeld... Ik dacht, maar je was toch failliet? Nou, dan gaat hij ook weer een jaartje bijvoorbeeld op zijn jacht in de Cariben. Lekker zeilen om bij te komen. Om bij te komen van het faillissement? Nou, en van een tour van 3 jaar of wat hij daarvoor weer heeft gedaan. En dan heeft hij weer een nieuwe vriendin mee. En ze gaan weer... Het is niet bij te houden. Je moet echt je ogen zo, echt zo knijpen. Is dat weer een nieuwe? Diezelfde? Is dit diezelfde? Oh, dat is weer een nieuwe. Van op die boot? Is dit... En dan denk je... Is dit die vriendin? Dat is de dochter van die man
dat is een vriend van hem waarbij die ging wonen. Toen ja, dat was toen ook. Hij was toen failliet. Toen ging hij bij een vriend van hem wonen. En die had een dochter. En toen ze 18 werd, die dochter. Nee. Toen zei hij, nu neem ik je maar uit. Ja. En nu gaan we trouwen. Nu gaan we trouwen. Hè? Maar hij... was hij dan in een dag zo verliefd? Nee. Ah, ja. Nee, daar moet hij het voor hebben gezet. Ja. No. En die vriend zegt ook van, hij zegt, Johnny zegt, ik heb één echt goede vriend. Voor de rest heb ik gewoon haast geen vrienden, want in deze business zijn allemaal backstabbers. En ik heb één goede vriend. En nou, daar mocht hij dan wel terecht. Was hij weer helemaal, zat hij er helemaal doorheen. En die zegt ook van, ja, ik dacht, hij blijft een maandje, twee, drie hoogstens. En dan blijft hij ook daar weer een jaar. Allemaal beelden van in de tuin, in het zwembad. Ja, supergezellig. Een jaar. En dan neemt hij je dochter mee. En daar gaat hij dan mee trouwen en ook weer drugs mee gebruiken. En een kind. Wat een gekke manier van dankbaarheid. Ja. En ze gingen elkaar uit het raam gooien. Ja, dat was een hele heftige relatie. Ja. Was dat. Elkaar uit het raam gooien? Ja, eerst de een de een, dan de ander de ander. Dan ja, tot. Nou ja, je krabbelen het gaat. Opkrabbelen naar boven. Ja, nou, dan komt het wel op neer. En dan zelf, ik ga nu springen. Nee, je moet niet springen. Ik hou je vast aan je haar. Hè. Het was, ja. Nee, dat was een hele heftige. Ja. En zo, ik bedoel, wat ik zeg, het lijkt een herhaling van zetten. Maar elke keer moest ik toch, oh nee, wat nou weer dan? Ja, maar hij doet het namelijk steeds, hij is een pionier. Dus waar er geen rockhallen waren. Gaat hij als eerste, hij is gewoon de eerste geweest in Europa die heeft gezegd, ik ga dan wel naar een voetbalstadion. Dat had nog nooit iemand gedaan. Ja. Maar dan deed hij dan de Stade de Rennes en daar konden 50.000 man in. Dat deed hij dan 10 avonden achter elkaar. Ja. Was dat niet met zijn verjaardag ook? Hij is een keer jarig. Nee, maar hij werd 50. Hij werd 50. Ja. Waar ik al dacht in het documentaire. Ja. Hè? Maar hier ben je toch al dik in de 60. Oh nee, natuurlijk. Want jij leidt het leven van jou. Ja. En daarom lijkt jij... Oh ja, jij bent in holidayjaren, ben jij 50. Maar in mensenjaren, gewoon normale mensen, ben je nu 164. Echt ongelooflijk. En dan zegt hij, ja, dat, mijn verjaardag, ja, dat ga ik echt groot aanpakken. Ja. En dan heb je dus al 3 afleveringen gezien wat die, hoe die dingen aanpakt. En op een gegeven moment heeft hij ook weer een break, namelijk, ja, fuck it, want er is er zoveel te zien. Dit zijn een aantal spoilertjes. Ja. Heeft hij ook weer een break en dan sluit hij zich aan bij een motorbende. In Amerika. Ja. Wordt hij nog gearresteerd of aangehouden vanwege zijn jonge vriendin. En dan zegt hij, ah, Amerika is zo... Preuts. Mag niks meer. Kan hier niks doen. En dan heeft hij weer een volgende concertreeks. En die wil hij geïnspireerd op Amerika. En is doet hij rock. Rah. En dan laat hij de Golden Gate Bridge nabouwen. Op het podium. En dan mag die hele motorbende dan overheen rijden. Tijdens de show. Oh ja, en ik wil eigenlijk filmster worden. Maar dat lukt me niet echt. Weet je wat? Ik ga gewoon filmscènes naspelen op het podium. Met stuntdubbels. En ik sla iedereen neer. Dan heeft hij opeens allemaal vechtpartij. Op het podium. Met mensen, met bijlen ook en zo. Hij heeft ook gewoon nog in westerns gespeeld. Hè? Ja. Hij heeft gewoon echt grote films nog gemaakt. Hè? Ja, die spaghetti westerns. Wow. Toen was er weer zo'n cowboy periode. Want ik vond namelijk de Franse Elvis vond ik wel hoog inzetten. Ja, maar hij gaat all the way. Ik denk dat Elvis hem wel respect van zou hebben. Zeker, ja. Zeker. Alhoewel, hey. Las Vegas, daar had hij bij moeten zijn. Ja. Daar had Elvis bij moeten zijn. Nou, ja. Dan had het echt wel van de grond gekomen. Hij, ja, maar over pionieren gesproken. Hij is natuurlijk een enorme Elvis-fan en hij voelt zich ook eigenlijk Amerikaan. Dus hij gaat optreden in Vegas. Ja. Maar hij laat zijn publiek invliegen. Maar echt Airbussen vol. Ja. En die hebben allemaal de naam, die vliegtuigen, van een van zijn songs. En de meeste mensen moeten een lening afsluiten om het kaartje te kunnen betalen. 7000. Je mag het in één keer betalen, maar je mag het ook zonder rente, mag je het in termijnen betalen. Ja. En er komen echt gewoon een heel stadion Fransen. Dat was nog nooit gebeurd. Die vliegen allemaal naar Vegas en vieren feest. Ja. Thuis de hele vlucht. Maar wat doet hij? Ja, nee, hij rookt de film aan één stuk door. Er is geen shot dat hij niet zit te roken. Dus dan denk ik, dat kan niet goed zijn voor je stem. Nee. En dan tijdens de repetities doet hij...
Nee, dit gaat niet. En hij heeft plankenkoorts, zegt hij. Wat ik ook gek vind. Het is een hele ja, drama queen is het ook. Ja, maar hij heeft dus zijn hele publiek laten overvliegen. En ja. Hij besluit een hele set te doen van Vegas nummers. Ja. Dus het is alsof André Hazes zegt, kom naar me optreden in Vegas. En hij doet alleen maar Elvis, Dean Martin, Frank Sinatra. Hij doet niet een beetje verliefd. Hij doet niet bloed, zweet en tranen. Niet hij, te vliegen. Nee, allemaal nee, niet. Nee. Dus het boelgroep wordt ook steeds luider. Nee. Ja. Nou, maar dat, volgens mij voelt hij het daar al aan. Want ja. Ze hebben, tijdens die repetitie hebben ze het erover. Ja, het is maar 70% dit en 30% maar van dat. Van Frans en zoveel Engels. Ja, nee, ik heb een plan. En dan ja, op een gegeven moment voelt hij toch nattigheid. En dan is het ook weer zo grappig dat hij dus zo groot is dat zijn eigen manager tegengehouden wordt bij de kleedkamer om hem op het podium te krijgen. Nee. Security zegt, nee, je mag er niet in. Ik ben zijn manager. Hij had een half uur geleden op het podium moeten staan. Nee. Je hoort Paul Enka. Hier is Johnny Hallyday. Johnny? Johnny! Monsieur Hallyday! Nou, hij komt toch. Ja, in ieder geval, dat zeg ik. Als je van rock'n'roll documentaires kijkt, dit is echt om van te smullen. Er komt geen eind aan. Ik wil nog een laatste, met permissie, aanvulling doen. Hij is van een Franse moeder, een model uit Parijs, die niet voor hem kon zorgen. En heeft een vader uit Brussel. Hij heet eigenlijk Jean-Luc Le Smet. Nee. Dat is zijn naam. Want je zou zeggen, Johnny Hallyday is een gekke naam voor een... Oui. En die hang naar het publiek is zo groot. En dat wordt aan het begin van de documentaire ontzettend duidelijk. Zie je heel kort een interview met zijn vader, met zijn biologische vader. En die heeft hem verlaten. En die zegt, nou, ik vind het hartstikke leuk wat hij doet. Maar verder, interesseerde ben ik. Ja. Wow. En dan pakt hij een biertje. Maar... En dan voel je, van daar komt die hang naar erkenning vandaan. Van, hou van me. Want dat is eigenlijk zijn levensgevecht. Yo, altijd is... maar het publiek winnen. Zie mij. Nou ja, en zo treedt hij op. Het is elke keer, op een gegeven moment ligt hij weer te rollen over het podium. Te janken en te schreeuwen. En smeken om aandacht en liefde. Wat hij, niet, en daardoor kan hij het ook, denk ik, niet zo goed geven en delen. Nee. Ja. En dus ook vasthouden. Maar hij gaat dus mee met een nicht van zijn moeder. Die is getrouwd met een Amerikaan. En zij zingen, zij doen liedjes. Zij doen een toertje. En tussendoor mag hij als 12-jarig liedje, jongetje. Tussendoor mag hij als 12-jarig jongetje gitaar spelen. En die man heet Hallyday. En hij neemt die naam over. En die man kan niet Jean-Luc zeggen. Dus die kondigt hem aan als Johnny Hallyday. Nee. En dat is ook is zijn... Geboren. Ja, zo, dat is zijn naam, ja. Wat geestig. Geworden. Ja. Moet je je voorstellen als hij getrouwd was met de dochter van Johnny Rep, Cindy. Zou ze Cindy Hallyday Rep heten. Ja, voor de mensen die plaat nog kennen, Hallyday Rap van MC Micah G en DJ Sven. Ja, hallo. Het is een grap met een throwback erin. Ja. Nou, hij heeft wel een relatie gehad en bijna getrouwd met Billie Holiday. Oeh, dat was klasse geweest. Hallyday. Ja. Billie Holiday Holiday. Ja, double Holiday. Billie Sabbatical. Nou, in ieder geval, en dit is nog maar 5% van de documentaire. Ja. Echt geweldig. Gaat dat zien. Waar kunnen we hem zien? Op Netflix. Op Netflix. Good old Netflix. Beyond Rock. Eerst even naar Videoland. Precies. Oh, hè? En als daar niks is. Als je Videoland uit hebt, dan... Dan naar Netflix. Ja, precies. Oké. Ik ga een beetje vals spelen. Ah. Want ik heb iets meegenomen. Ah. Dus ik zet hem op socials. Jeetjes. Want ik heb een nieuwe website ontdekt. Selfstudies.com. Als je niet aan het verkeer deelneemt... Ga daar naartoe, want je komt in een wereld van plezier. Ik ken toevallig degene die deze website begonnen is. Dat is een goede vriendin. En zij was... Mysterieus? Nee. Nee, maar mysterieus. Een goede vriendin. Oh ja, ja nee. Nee, ja, zo heet ze. Mis. Mysterieus.
Zij was gewoon, leefde een beetje een soort half corporate life. Ja. Met inkopen van fashion voor grote merken, grote bla bla. En die heeft het roer omgegooid. Ja. Ik vind dat altijd wel... Dapper. Ja, dapper. En het spreekt altijd wel tot de verbeelding. Mensen die opeens zeggen, weet je wat? Ja, hoor. Ik ga eens even iets heel anders doen. Zij zat ooit in een restaurant waar wij ook meerdere keren gegeten hebben. Graanmarkt 13. Ja, oh. En daar zat zij een avond lang te praten met een andere goede vriendin. Over weer een andere vriendin. Die na anderhalf jaar huwelijk... Het roer ook heeft omgegooid. Ja, want meteen ging scheiden. Ja. En toen dachten ze, nou, waarom zouden dat zo snel uit elkaar zijn? En toen kwamen zij tot de conclusie, dat moet wel een slecht seksleven zijn geweest. Want anders ga je niet zo snel van elkaar weg. Dat was hun conclusie na urenlang hierover debatteren. Ja, zie je hoe belangrijk seks is? Bam! Nou, seksambassador. En dus is zij in de wereld van de seks gedoken. En nu heeft zij een online shop voor offline plezier. Oh man. Nou, okay. Maar het is niet zomaar. Het is, want ze zegt ook. Als je seksartikelen wil kopen, is het vaak plakkerig. Ja? Ranzig, dodgy, duister. Mensen met een accentje die je wat willen aansmeren. Maar je moet nooit tweedehands seksartikelen kopen. Die zijn inderdaad vaak plakkerig. Wijze les. Weet ik toevallig. Maar zij heeft nu met selfstudies.com heeft ze een site gemaakt waar je en dus kan shoppen. Ja. Maar ook geïnspireerd kan raken. Ook serieuze verhalen over seks na dat je partner is overleden bijvoorbeeld. Ja. Dus het gaat ook af en toe de diepte in. Maar de bottom line is dat het gewoon dat seks leuk is en dat het mag. Nou, wel grappig dat toen ze dit aan de vader vertelde, dat hij zei... Maar je hebt communicatiewetenschap gestudeerd. Nou, als er iets communiceren nou, is... Nou, dat is ook waar. Dat is ook waar. Maar dus alle vormen van seks, solo seks ook. Of, zoals jij dat zegt... Masturberen. Het is allemaal goed, dames en heren. Ik was wel anders opgevoed. Ik dacht vroeger dat het toch wel niet strafbaar was. Maar dat wel frowned upon. Dat was niet helemaal in de haak. En toen ik dat allemaal net had ontdekt, woonden we in een tijdelijk huis. Toen had ik het briljante plan dat elke keer als ik solo seks had gehad, dat ik die tissues die ik daarvoor gebruikte, dan was ik toch in een soort weg. Het bewijsmateriaal moet weg. En dat gooide ik dan uit het raam. En toen gingen we een paar weken daarna verhuizen. En toen vroegen mijn ouders of ik wist wat die berg met papier in de tuin onder mijn raam was. Nee. Nou goed, wat blijkt, het is oké. Okay. En het mag gewoon. Ja. Het mag. Weet je, en het hoeft ook geen t-shirts. Kan ook gewoon een vies t-shirt die daarna toch de wassen gaat. Even een beetje groen. Masturbatietips bij Ruben van der Meer? Really? Are we there? We are there. Nee, maar een groene masturbatietip. Weet je? Nou, zij heeft ook, je moet een orgasm a day. Het is gewoon heel gezond, een orgasm a day. Je moet het eigenlijk zien als een soort dagcreme. Nou, dan ben ik dus kerngezond. Ja. Ik vind je wel veel hoest de laatste tijd. Ja. Maar de site informeert, inspireert en er is er dus ook een shop. Het is leuk en normaal. Alleen of met wie dan ook, met meerdere mensen of met andere letters uit het LGBTQ+ rijtje. Alles is prima. Sex is the new fashion. Dat vind ik ook een mooie quote, hoor. Maar goed, er zijn veel meer spullen dan wij denken. Er zijn veel meer hulpmiddelen, speeltjes. En ook voor mannen. Heer. Oh. Ik heb, de kijkers kunnen het zien, een vrij forse plastic doos. Doos. Dat is wel grappig, Is die plastic doos ook onderdeel van de hulpstuk? Reken maar. Ze verkopen plastic dozen. En niet, het is allemaal eerstehands. Er ligt een meetlint op tafel. Ja, hoort dat komt. Ja, ik wil sommige dingen toch voor de mensen die het alleen luisteren, moeten we er wel even accuraat dingen omschrijven. Ja. Die ik ze straks ga. Nee, precies. Nou, laten we eens beginnen met de Gio Aqua. Ik hoop dat die voor vrouwen is. Nee, voor mij zijn... Nee, dit is dus allemaal voor mannen. Oké, Gio Aqua. Ja. Oh nee, ja, dit is de Denga Geo Aqua. Oh, Geo. Sammy, waarom kijk je zo? Je denkt... Onaangenaam. Je kijkt alsof... Onze producer. Alsof er een kip op tafel wordt geslagen. Kijk, nou,
Het lijkt, het is de grootte van een tennisbal. Ja. Het is een rubber van siliconen. Ja. En het, is een, het lijkt ook wel een beetje op een roos, toch? Zo ja, met allemaal ribbeltjes. Ja. Ja. Kunnen zien. Nou, mm-hmm. dan is het de bedoeling dat je de penis hier tegenaan duwt. Ja. En dan flop eromheen schuift. Ja. En dan kan je dus of zelf, of, doe maar, iemand anders kan het dan bij je doen. Wil je het even voort? Ja hoor. Nou ja, ik zit hier nog wel. Ja, en dan kan je dus bij mij voort. Oh, ben je, ja. Het dus, is een soort plopkap voor een microfoon. Nou, ja, daar lijkt het op. Dit is de, dus de Aqua Geo. Ja. Ja. Nou, dus die moet, ja, het zijn samples. Ah, oké. Okay. Kan die ook in de vaatwasser? Reken maar. Ja, maar op niet te warme stand. Want het blijven wel siliconenrubbers en die dus, kunnen natuurlijk... Nee, maar goed. Niet dus bij 40 graden? 40 graden is prima. Ja, maar dan gaat, dan gaat het in het glaswerk zitten, denk ik. Of, moet je het los? Moet je, je kan beter een rondje draaien met een los spullen, en dan zit je op stand 69 en dan komt alles goed. Oké, dan hier. Dit is de Hugo. Het is allemaal mannennamen. Ja, maar dit, Gio, is ook, dit is dus... En dit verbaas je. Maar dit is voor mannen. Oké, nou, het ziet eruit als een heel grote kleerhanger. Ja, precies. Ja, je kan hem zo aan de muur en kan je een jas erop hangen. Kan je een zware jas. Ja, kan nou, je, voor de luisteraars, het is een soort... Een natte handdoek kun je er aan ophangen. Ja, het is een soort klein gewei. Ja. Een klein gewei. Ja. Maar mooi vormgegeven, mat zwart met glimmend goud. Ja. En dit, lieve vrienden, is de bijbehorende afstandsbediening. Ah. Dus die breng je in. Zit het, ja, het zit ergens in, hè? Ja, ja, die breng je in je anus. Naar keuze welke kant? Ja. Maar dan heb je toch een... Alsof je een dus, die, dit is voor instappers. Dat is voor gevorderden. Maar dat is, gevorderde. Maar dat is gigantisch. En maar, voel je hem al trillen? Nee, nog niet. Dan trilt alleen de afstandsbediening. Doet het eens in je neus? Oké. Maar dit zijn dus samples. Maar die zijn ongebruikt, hoop ik. Want ik zit het echt... Nou, volgende. Maar wacht even. Voel je hem? Hier zit een knopje. Gaat hij niet? Wacht. Gaat hij trillen? Ja, ja, ja! Nou, en dan kan ik hem dus bij jou hebben ingebracht. Ja. En waar ik ook ben, kan ik dus zeggen... Tot hoe ver werkt die afstandsbediening? Nou, dat vind ik wel een leuke test. Hoe lang zijn deze snoeren van die microfoons? Ja. Maar nee, ja, dit is heel grappig. Hier heb ik wel filmpjes van op internet gezien. Dat dames dit hebben ingebracht. Ja. En dan hebben ze allebei een afstandsbediening. En dan gaan ze boodschappen doen. In de, gewoon in de supermarkt. Oh, ik ben de namen vergeten. Ik was met heel andere dingen bezig. Nee, weet maar ik veel. Dan hebben ze allebei een afstandsbediening? Ze hebben allebei een afstandsbediening. Ze hebben allebei ingebracht. En dan geswitcht vandaag. Oh, en dan staat ze elkaar stimuleren. Staat er een te kijken. Wil ik de pizza margarita of de pizza spina? Okay. Maar ik wil toch eventjes opmeten hoeveel centimeter er dan verdwijnt. Want dat is dus, even kijken, nou, dat gaat dus toch wel richting de 12. Ja, 11 goede, dikke centimeters. Ja. Die, dat is insane. Lijkt mij dus ook. 11 centimeter, dat is toch... Nou. Maar wacht even, dan heb die je dus... Nou die 11 centimeter. Dan heb je dus eentje in je kont zitten. Ja. En die andere, die hangt daar dan achter. Ja, en maar dat... Maar dan kan je hem omdraaien dat hij tegen je zak aan trilt. Of nee, moet hij omhoog? Dat vind ik gewoon een heel goed idee. Ja, maar, dat vind ik gewoon een heel goed idee, Ruben. Dat moet haast wel. Maar ja, want als je hem anders doet, dan lijkt het net of je een drolletje tussen je billen hebt. Ja. Die er al uit is. Daarom is dat... wat nooit goed is. Nee. Messing vlakje er ook op. Nee. Maar het is ook, die kant is om vast te houden. Het is voor grip. Precies. Dat is een soort deurknop. Tuurlijk. Ja, deurklink. Nee, hallo? Alles verdwijnt. Binnen. Ja, je moet hem niet inslikken. Dat is verschrikkelijk. Nee, dat is op de eerste hulp. Nou ja. Ik ken iemand bij de eerste hulp werkt. De verhalen wat daar binnenkomt, wat er allemaal niet meer uitkomt. Gepelde, gekookte eieren. Nou ja, sorry, hier. Volgende atom. Dit lijkt op een kurkentrekker. Dit is precies een kurkentrekker waar de kurk nog aan zit. Ja. En het is ook plug and play. Oké. Okay. En plug hier zit dan een hele rits op. Ik vind, deze, en dat is een leuk aan deze. Hoe heet deze? Dit is de... Dit is de personal massager. Ja. Maar dit komt helemaal de niet Laura over. De Laura Di Carlo. Het komt helemaal niet over als een massageapparaat. Nee. En wat... Nou, het leuke aan deze is... dat die kan... niet nu, maar hij kan... op muziek.
Dus hij reageert op de beat. Op de beat. Oh ja, dus hij kan mee een avondje uit. Ja, klasse. Ja, dat is het eerste wat ik dacht. Ja. Ja, en je zal dus nooit... Maar mag ik hem nog heel even zien? Ja. Dan moet je wel een beetje een losse broek hebben. En een losse moraal. Ja. Dat helpt allebei. Ja. Dat helpt allebei. Ik krijg hem er nu zo... Ik krijg hem er niet uit. Luisteraars, ik bedoel de doos. Ik krijg hem niet uit de doos. Ja, ja, maak het niet godsamme. Minder. Nou, nee, zie je? Ja, zie het lukt je? Niet. En zo goed werkt dat spul. Oh, joh. Nou, deze. Heel even deze, jongens. Mm-hmm. Hiervan denk je, kijk, mooi zakje. Mooi vormgegeven. Haha, weer grappig. God, ik heb ze niet allemaal door, inderdaad. Pun intended. No pun intended. Dit... Denk je? Zo, dat is een muis. Ja. Dus maar die kan je ook... Maar wacht even, dit gaat nergens in, toch? Draadloze muis. Nee. Nee, maar dit is wel voor op kantoor. Ik zie onze producer ook kijken van... Nou, dit is misschien wel echt handig. Want dit kan je gewoon op je bureau gewoon hebben liggen. Naast je computer. Niemand die precies. Zegt, nee, alleen... smeerpijp. Nee. Zit jij jezelf te stimuleren onder werktijd? Ja, maar wat als je baas zegt... Hey, kan je mij even... Surf eens eventjes naar. Even die... Ja, zo, hè? Ik raak poep. Nee. Haha, nee. Dan weet je, dat is niet de muis. Dit heeft niks met poep te maken. Oh, of met anaal. Dit kan nog wel eens een sponsor worden. Dus laten we het, dit is. Nou, ja. Dit is de ballerina. En die is voor de vrouw. Oh, dat is het enige speeltje wat ik heb meegenomen. Waarom lag jij zo hard? Nou, ik dacht dat is ook voor de mannen de ballerina. Die kan je gewoon. Voor het vingerspitsengevoel. Deze zet je tegen je vagina. Oh. En dan gaat dit puntje tegen de clitoris. Ja. En dan is het... wat de clitoris is. Ja. Het is weet je wat de clitoris... Een ontdekkingstocht. Oh, okay. Nou, weet je wat je met Pasen, dat zoeken? En soms kan je er één ei niet vinden. Ja, dat is de clitoris. Ik krijg hem nu niet meer uit. Nou, hij bedoelt hij blijft dat heel hij hard ergens in zit. Ah, hij is uit. Ja. Top. Oké, okay, nou. Dat is dus... en die moet weer in het zakje. Maar heb je nog iets voor mannen wat je niet in je hol moet stoppen? Want wil ieder zijn meugel. Precies. Nou, gaat het wel echt verkeerd. Nee is het antwoord. Want hier zien we... Ja, wat is het? Nou, de Eiffeltoren. Het is een soort van kurkentrekker again, maar dan ook. Ja, maar dit slaat helemaal nergens op. Nou, wat het fijne hieraan is, hier kan je dus zeggen, oké, week 1. Ja, precies. En dan, oké, week 2. Twist it up a notch. Ja, hey, 13e maand. 13e maand. Hatsiki flatski. Die is, en trilt dus ook weer prachtig. Het is allemaal echt state of the art material. Dit is de nog grotere versie. Kijk, de nog grotere versie. Dit van noemen we de sway, dames en heren. Lieve luisteraars en kijkers. Sway. En nou, dit is dit dus... Het lijkt op een geamputeerd been van een pop. Ja. 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 Of zo'n, even van zo'n telefoon die opeens hip werd. Na die bakkelieten kreeg je van die hippe telefoons. Ja. Of een bot. Of een speelbot voor de hond. Speelbot voor de hond. Dat is het allemaal niet. Nee, dit is de sway. En die is dus voor hem en haar... Ja. Tegelijkertijd! Dus, hier moet ik een plaatje bij hebben. Ja. Dit gaat in de anus van de man. Dan gaat dit in de vagina van de vrouw. Ik hoopte dat het andersom was. Dat hoopte ik. En dan, nou, wie dan nog bij het knopje kan, die mag hem aanzetten. En dan is het genieten waar. Oh, hier, kijk eens, zit een soort golvend... Oh, nou goed, dat is de sway. Heerlijk, geniet ervan, doe je voordeel mee. Ja. En tot slot... Maar dan sta je dus met je billen tegen elkaar. Ja. Of je ligt op je zij allebei. Probeer eventjes praktisch. Ja, maar ik denk toch handen en knieën en billen tegen elkaar. Ja, toch wordt het dan toch wel, hè? Ja, het is onpersoonlijk, maar het schijnt. Ja, je moet ook meer gaan werken met spiegels. Dan kan je altijd oogcontact houden. Dat is smart. Dan kan je dat codewoord ook vergeten. Hé. En tot slot, lieve luisteraars. Nou, de rups. De jabby. Dit ziet eruit als een niet volgroeide kwal. Ja. Die nog een pasgeboren kwalletje. Ja. Maar deze jongen heet de... Gaat dit ook ergens in? Ja, hier, dat buisje. Nee. Nee, dit gaat niet ergens in. Nee, dat gaat ergens. Dit gaat ergens daar gaat iets overheen. Ah, ja. Dus hier gaat je penis in. Ja.
En het ziet er van binnen heel scherp uit. Maar dat is dus zacht siliconen rubber. Nou, dat mag ik hopen. Want anders... En dan kan je dus ook wederom... De druk opvoeren. Ja, maar dus je kan het wederom zelf doen. Ja. Of iemand kan het bij je doen. Of iemand laten doen. Ja. Maar deze vond ik ook wel echt schitterend vormgegeven. Dat sowieso... Het is allemaal heel mooi vormgegeven. Ja, toch? Maar uiteindelijk is het toch van... Voor de heren... Stop dit in je hol of ga gewoon lekker jezelf aftrekken met dit rubbertje. Ja, maar dat... solo seks hoeft dus... Ja, ik bedoel, aftrekken kan dus ook onderdeel zijn van met elkaar. Tuurlijk. Want dat laat deze selfstudies.com zo goed zien. Ja. Seks is zoveel meer dan alleen maar op en neer. En dat, nee, dat is gekke ook zo. Witte ding met die twee puntjes en dat... Ja, dit is een computeroplader. Ja. Oh ja, sorry. Nee, dat is een charger voor de laptop. Ja. Maar goed. Dus als jij luistert en je denkt... Of, nou, of nog luistert. En niet al bent afgedwaald met je gedachtes. Ja, dat zou ook kunnen. Dat bedoel ik. Maar, en je denkt, ja, ik wil daar meer van weten. Of mijn relatie, daar is de spanning een beetje uit de badkamer. Uit de slaapkamer. Hmm. Ga dan vooral... Ik kan overal. Ja, of je hebt gewoon vragen of je wil eens gaan... Ga gewoon eens naar selfstudies.com. Ja. En stap in de wereld die leuke seks heet. Nou, geweldig. Ja. Is er iets wat we mee naar huis kunnen nemen? Of gaat het allemaal weer nu die doos in van jou? Het gaat allemaal weer in mijn doos terug. Maar als jij mij aangeeft welk product jouw interesse wegdraagt... zal ik die voor jou proberen te regelen. Zo'n rubberen muts... Hm? Zo'n rubberen muts waar je mee kan masturberen. Kijk, weet je... Ik zou wel een oplader willen hebben. Ja, je masturbeert. Ben ik zo vaak kwijt? Nee, maar natuurlijk, kijk... Weet je, je duim en vingers... Dit zijn natuurlijk je beste vrienden. Die weten precies wat je wil. Maar af en toe is zo'n gek smurfenmutsie. Is toch wel grappig. Oh, ze wordt alweer gedobbeld. Ja. Sommigen kunnen ook warm worden, bedenk ik nu. Precies. Die worden warm. Oh, lekker. Ja. Het is best koud hier. Mag ik ergens mijn vinger in stoppen? Want... Even koude vingers. Ja. Zie je? Toch een muts. Ja. Bam. Ik heb persoonlijk gegooid. Ja. En daar heb je enorm veel zin in. Want we gaan daaruit met een knal. Ah. Aha. Ik heb besloten dat ik life coach wil gaan worden. Jij gaat life coach worden. Oké, okay. Ja, klasse. Ja, ik wil life coach worden. Wat was het moment dat je dacht? Nou, hiervoor nam je het altijd op en dan werd het uitgezonden. Ja, weet je, laat ik dit gewoon live doen. Precies. Dat was het moment. Nou, weet je, ik vind toch veel wat ik doe ingewikkeld. Gedoe, hard werken, kritiek. Terwijl life coachen... Ik heb zoveel levenservaring. Ik heb zoveel fouten gemaakt. Want de beste life coach is iemand die zijn eigen leven niet onder controle heeft. Ja. Hier in de buurt is een atletiekbaan. Daar zie ik ook iemand lesgeven aan sprinters. Die is zelf best dik. Ja. Ja. En toen dacht ik, weet je, ik hoef toch niet zelf mega succesvol te zijn in mijn leven om een ander te kunnen coachen. Precies. Ik zag op het strand in Spanje een personal trainer en die gaf wat instructies. En dan ging geoogst keihard sprinten, opdrukken en in de personal trainer stak een sigaret op. Ja, precies. Nou, en dat is ook mijn benadering. De methode die ik heb ontwikkeld... is vrij eenvoudig, maar heel doeltreffend. En die ga ik op jullie toepassen. Je hebt echt de backhand methode, de backhand life coach methode. Kijk, het is een ontwikkeling, maar gewoon het zitten en lullen met mensen. Mm-hmm. Terwijl ik bijvoorbeeld een drankje in mijn hand heb. Of een stuk taart. Of een sigaar. Maar ik wil vooral uitstralen dat ik doe wat ik wil. En dat ik niet van de conventies ben. Dat is wel inspirerend. Ik wil dat mensen die ik coach zien... Nou ja, hij begint niet voor 11 uur. Dan rolt hij zijn bed uit. Dan heeft hij een zak croissants. Die vreet hij op. Ja. Elke dag wijn bij de lunch. Ja, precies. Altijd met een cocktail. In het zit hem niks. Het zijn korte sessies. Je hebt ook die basispromillage, zoals een drug. Ja, precies. Altijd. Altijd een beetje dronken. Beetje tipsy. Maar goed, het wordt niet goedkoop. Jullie krijgen dit for free. Ah, hey. Het is een korte sessie. Lekker. Is het maar nog geen 10 minuten.
En dan gaat jullie leven toch in positieve zin veranderen. Nou, dat ben ik heel benieuwd. Nou, ik ga jullie twee vragen stellen, ieder. Dat dacht ik al bij Nicolai net. Maar ja. Ik ben nee, hier, hij valt met je pik in de boter. Bam. Zo. En hoeveel, want ik ben toch benieuwd, voor hoeveel ga je deze cursus aanbieden? Wat scheelt het ons? Ik denk dat de eerste sessie, en die ga ik dan wel wat uitgebreider doen dan nu. Is €2500. Ja. Doe je dat met z'n tweeën, is het €3.500 en zo, weet je, kat je dat om. Met een max tot, 20 man en dat is wel een ton of zo. Reken ik, ja. Ja, op een grote groep. Grote groep, ja. Oké. Okay. Heel goed, heel goed. Het is heel simpel. Twee vragen. Ja. De eerste vraag moet u allebei antwoord op geven. Ja. En daarna gaan we de balans maken. Ah. En dit hoort ook. Er is ook een belangrijke rol en sleutel bij jullie. Jullie moeten er morgen echt wat mee gaan doen. Jezus. En dan spreken jullie volgende week als we weer aan toeren zijn. Ja. En dan roep ik jullie één voor één bij me. Ja. Okay. Dat vind ik ook zo'n leuk moment. Ik ergens apart zitten en zeg kom maar. En dan moeten jullie... Ja, ja. Dan praat ik even met jou. En dan maar dat is onderdeel van het life coach. Nou, die vernedering. Nee, maar het gevoel dat ik een iets goeraals heb. Goed. Twee vragen. Vraag één. Waar heb je te veel van? Ruben Nicolai. Vet? Ruben van der Meer? Ja, ik ben aan het denken. Waar heb ik te veel van? Vind ik moeilijk. Kan ik nog heel even nadenken? Ja, zeker. Maar kijk, wat zo belangrijk is, want dit is, ik voel een kleine weerstand. En dat is niet bedoeld bij jullie. Omdat je wel denkt, er gebeurt er iets. Ik ben door iets aan het heenbreken. Ja. Ik ben door iets aan het heenbreken. Dat is die weerstand die we voelen. Want vet... Waar gaat het dan over? Zijn er nog meer dingen die daaraan vastzitten? Ja. God, ik kom echt heel dicht bij me. Vet. Maar je bent toch helemaal niet dik, man? Ja, ik vind mezelf ongezond. Ongezond, niet per se vet. Ja, maar ik ben mijn buik... Ja. Nou, het is vooral mijn kin. Ja. Met vet spreekt bij mij onder elkaar af. Okay. Als we elkaar kwijtraken, zien we elkaar daar. Je hebt te veel van jezelf... Ik heb te veel van mezelf. En daar komen we later terug. En waar heb jij te veel van? Heb je te veel zorgen? Heb je te veel gedoe? Er is iets wat vaak terugkomt waar je zegt, nou, dat moet minder. Te veel hoofdhuis. Nou, ik zou wel meer vrije tijd willen. Dus jij hebt een gebrek aan tijd? Te veel druk. Te veel druk. Ja. Druk en... Vet. Vet. Ja. Dat zijn de twee kernwoorden. Ja. Dan is de tweede vraag. Dat is ook gelijk de laatste vraag. Waar heb je te weinig van? Ah. Vrije tijd. Vrije tijd? Ja, nou ja. Geld. Ik bedoel, ja, dat, weet je, dit is niet te weinig. Nee, ja, oké. Okay. Maar... Gewoon echt gewoon... Je wil gewoon meer. Een flink stuk meer. En dan zou ik gewoon echt... Dan zou ik en meer vrije tijd kunnen hebben dus. Ja. En nog meer kunnen doen de dingen die ik wil doen. Ja. Echt... Jij wil dus met minder meer verdienen. Nou ja, daar komt het dan wel op neer. Ja. Dan heb ik wel... Dan moet jij ook life coach worden dus. Dat zou... Weet je, doet nou, minder. Nou, jij zou zeker een van de discipelen kunnen zijn. Klasse. Waardoor jij het verhaal kan verder vertellen. Ja, ja, ja. Ik een kickback krijg. En jij... Ja, moet life coaches dan een soort piramidespel, hè? Ik wou zeggen, nou, moet hij dan... moet hij nog andere life coaches aanbrengen? Ja, precies. Dat merk ik wel. Laten we even bij deze sessie houden. Onmiddellijk. Jullie gaan alle kanten op. Ja. Dat is mooi. Er gebeurt ook echt wat. Als je nou iedere dag voor jezelf een moment neemt om te bewegen, dan zou je natuurlijk niet willen, je wil niet op een loopband. Nee. Maar loopband meer, is ook niet goed. Maar meer dan, dat bedoel je wel, bewegen, meer dan op je tenen staan tijdens het tandenpoetsen. Ja. Okay. Zo, maar dat schijnt dus al ongelooflijk goed te zijn. Ik denk, maar dat meen ik echt serieus, als jij iedere dag, waar je ook bent, of in de studio, of dat je thuis aan het werk bent, iedere dag een half uur wandelt. Ja.
Dan krijg je dus tijd. Want in dat half uur kun je een podcast beluisteren. Of een keer dat album, weet je, wat je gewoon eens een keer nog eens een keer wil opzetten voor nee, jezelf. Nee, maar dat is het. Je pakt ze allebei. Of gewoon niks. Maar je, maar je kan ook een telefoontje doen. Ja. Maar iedere dag een half uur, 5 keer in de week. Dan verbrand je dus meer dan dat je rent. Omdat je meer verbrandt met wandelen. Omdat als je rent, denk je lichaam. Hey, oh ja, paniek, vasthouden. Ja, precies. Ja. Dus je hebt tijd daarbij. En je krijgt gegarandeerd minder vet. Dus vet gaat eraf. Dat moet je een tijdje doen. Bam. Oké. Okay. Jij hebt geld verdienen. Krantenwijk. Not gonna happen. Einde sessie. Bedankt. Dus laat dat gaan. Ja. En ga gewoon lekker genieten van wat vrije tijd. Nou, want ja, al die tijd die ik investeer in die plannen. Ja. Moet ik gewoon laten gaan en gewoon vrije tijd nemen. Nou ja, en maar goed, toch hoe je het ook gelijk invult voor die anderen. Toch op een wat zeg maar filosofisch niveau nu we met onze Tafkal avonturen wat gerichter bezig zijn, gericht in theater en gericht in televisie en wie weet wat in de toekomst doen. Heb je toch meer tijd omdat het zo gefocust is en omdat het zo exclusief is, levert het ook weer meer op. Ja, zeker, zeker. Wham, bam. Ik ben onder de indruk van je live coaching. Potverdorie. En jij hebt echt aanleg. Dat merk je meteen. Want jij denkt ook mee met je eigen case. Om vet te worden. Ja. Ja, nee. Ja. Ja, nee, zeker. Talent voor live coaching? Absoluut. Want hij is positief ingesteld. Ja, precies. Dus als je luistert en denkt, nou, lijkt me ook wel wat. Bedenk bij jezelf, waar heb ik te veel van? En waar heb ik te weinig van? En probeer die twee elkaar in balans laten komen. Smart, precies, smart. Precies. En dat noemen we de backhand-methode. Ach, wat je wil. De constante van backhand. Ja. Kijk eens. Trademark. Oké, lieve mensen. Dank, lieve luisteraars, voor dit moment. Wij zijn er weer doorheen bij door de tijd van de reguliere podcast. Maar voor de liefhebbers gaan wij door op via de backstage. Zo noemen we dat. Bij de backstage zijn we dan te luisteren. Ja. En daar kom je als je naar petje.af gaat petje.af.nl en dan /Ruben Tijl Ruben. En ik zat te denken, omdat we het hebben over waar je te weinig van hebt, dat heeft toch altijd te maken met een gebrek aan tijd, een gebrek aan diepte. En dat maakt je nostalgisch, want dan denk je aan vervlogen tijden waarin je de hele dag thuis voor de tv kon hangen of een stapel strips kon lezen. Dus laten we eens in de backstage de nostalgische duik maken naar alles wat we missen en niet meer hebben. Prachtig. Nou, de therapie gaat gewoon door eigenlijk, zo lijkt het. Dank voor dit moment en tot straks bij de backstage. Ciao, ciao. Adios. De podcast.